Dit is Flipperkast Spot TV. Alweer! En nou staan we weer voor die 67e Shanglia. En mijn assistent gaat weer even een paar ballen spelen. Spelen maar. Wat ik nou zo erg aan deze flipperkast vind, is dat ze deze flipperkast snel vergeten. Ze vergeten er onderdelen van te maken. Ze vergeten er alles voor. De iets betere flipperkasten, zoals ja, de iets populairdere, zoals Bally Old Chicago of Big Indian van Gottlieb, worden niet vergeten, want die zijn nog in. Maar deze vergeten ze compleet. En ik wil dat deze niet vergeten wordt. Daar is hij te mooi voor. En het is een zeer zeldzame flipperkast. Ik weet niet hoeveel mensen er op de wereld er nog hebben. Maar ik kan er geen onderdelen meer voor krijgen. Dus ik repareer en ik maak alles zelf. En je ziet, hij werkt fantastisch. Er zijn wel een paar lampen kapot, maar dat heb ik zo gerepareerd. Gewoon een paar nieuwe bollen erin draaien. Maar tot het slechte, ik heb geen nieuwe bolletjes meer. Dat was echt zo. En nou staat player 3 te spelen. Op of een of andere manier, dus er zal hierachter ook wel iets zijn. Ik laat ook straks de binnenkant zien van de relaxkast. Deze gaat op guldens en kwartjes. Het is een Hollandse flipperkast met Duitse game over. Met Duitse beschrijvingen. Origineel. En er staat hier Williams Seaburg. Ik weet ook niet of het met de jukeboxen te maken heeft, maar ik heb zo'n vermoeden dat het wel met de jukeboxen heeft te maken. Dit gaat gewoon op kwartjes, dus... Nou, dit is hem. Ik hoop dat niemand hem ooit zal vergeten. Dit was Flipperkast Spot TV. Tot over, ik weet niet hoe laat. Doei doei.